een hele zinnerige cheesecake. Alle stappen staan onder de deze snelle tante. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Chicks Love Food. Nina en Elise. En vandaag is het feest, want we gaan een hele zinnerige cheesecake maken. Maar 6 ingrediënten. Ja, we horen je denken. Maar 6 ingrediënten. Het zijn er echt maar 6. Een cheesecake, het is wat werk, want je moet hem eerst bakken en dan nog in de koelkast. Ik heb de cheesecake tip van de week. We gaan hem namelijk maken in een Ingenio tefalpan. Kijk, dat is deze. En waarom is dat geniaal? Leuke woordspeling. We kunnen in deze pan zowel de boter smelten voor de bodem. Hij kan vervolgens in de oven. En vervolgens kan hij ook nog in de koelkast. Ja, dus alles doen we met deze pan. En dit is nog niet alles, want het is dus een pannenset zonder handvatten. Je hebt 1 handvat, dus je kan ze zo super makkelijk in elkaar stapelen. En dan hup, prik je deze dat eraan. Dat is wel echt ontzettend handig. En dan haal je hem eraf en dan schuif je hem zo de oven in. Ja, het is echt een pan en een bakvorm en alles in één. En heel veel mensen die denken dit is alleen leuk voor de camping. Nee, dit is echt een hele mooie kwaliteitspan waar je dus gewoon thuis mee kan bakken. Dat gaan we laten zien. 6 ingrediënten. Nina de Bruin, kom er maar in. Roomkaas, suiker, verse vanille, eieren, Oreo koekjes en boter. Aan de slag. Oké, stap 1. Verwarm de oven voor 175 graden. Daar is Nina heel goed in. Je kan heel goed ovens aanzetten. En dan ga ik de boter smelten. Ja. Ja? In je Ingenio-pannetje. Oké, boter erin. Denk je nou dadelijk, het gaat me allemaal een beetje te snel. Alle stappen staan onder de... Deze snelle tante. Alle stappen staan onder de YouTube-video uitgeschreven op ons YouTube-kanaal dus. Nu maakt Elise dat in deze mooie pannen. Dit vind ik echt een cheesecake-pan. Ja. Maar als je nou iets in een koekenpan wil maken, en die koekenpan wil je ook in de oven bijvoorbeeld. Heb je ook nog deze ingrediënten? Er komt Zeon 10 erin. Dat werkt dus ook, dat ding. Ja, het is een leuk speeltje al. Ja, ik vind het wel echt onwijs handig. Zeker als je een kleine keuken hebt en niet zoveel ruimte voor je pannen. Zoals ik, die la van mij, die gaat dus nooit goed dicht. Al die pannen opgestapeld, dan is dit wel de uitkomst. Wat ik nu doe, is al mijn koekjes in een afsluitbaar zakje. En ondertussen geen in je mond stoppen. Als je zeg maar van de gezonde recepten bent, dan sla je deze even over. Vooral niet doen. Ik heb nu een zakje vol met Oreo koekjes. Pak ik gewoon even dit kommetje, daar gaat ie hoor. Oh nee, hoe drinks de smoothie? Oké, ik doe een beetje zo die boter aan de zijkanten met een kwastje smeren, zodat die straks goed eruit komt. En dan doe jij de kruimels erbij. Ja, nu hebben we dat in zo'n zakje gedaan. Dat kan natuurlijk ook in de keukenmachine, het fijn malen. Ik geef jou mijn merg. Oké, heel vies. Ik gooi eventjes deze roomkaas in een kom. Kom er maar bij met dat mergje. Ja, dat doe ik. Ik doe gelijk alles bij elkaar. Ik ben niet zo van wachten tot het even het andere gemengd is. Huppakee, dat kan gewoon. 2. Ruikt zo lekker, hè? Verse vanille. Dit moet je dus in een pot met suiker doen. Dit restje. Dan heb je vanille suiker. Ja, dat is echt een goede tip. Hoppakee. Was dat hem? Dat was hem. Veiligheidsbrillen op. Zo. Nou, alles zit inmiddels onder. Maar we hebben een mooi glad beslag. Nou, ik hak nog wat Oreo's in stukjes. En die mag jij er doorheen spatelen. Yes. Komt u maar. Hoppa. Ja, nu kan het die vorm in als ik me niet vergis. Ja. Ja, en dat kan dus gewoon in dezelfde pan. Hij kan in de oven. Kijk, en ik zet hem gewoon hup met handvat in de oven. En dan haal ik het handvat eraf. En nu is het wachten. Kika de Wado, zeg jij dan. Kika de Wado. Kind kan er was doen. 40 minuten zijn om. Ik ruik het. Ik ga hem eruit halen. Wauw, perfect. En er hoeft er nog maar 1 ding te gebeuren. Weer wachten. Hij gaat de koelkast in. Over 10 minuten, dus een beetje afgekoeld. Je moet een beetje geduld hebben voor dit recept. Maar dan heb je dadelijk ook wat. Nou, in principe als je gewoon een lekker gerecht hebt gemaakt, zet je dus zo, hup, die pan op tafel. Maar het leuke is dat ze ook nog goed in de koelkast kunnen. En dat moet met een cheesecake, want hij moet opstijven. Ja, een uurtje of 2 denk ik, hè. 2 uur later, hij gaat eruit. Tada! Moment of truth.
Weet je die randjes los? Je laat het mij doen, hè? Ingenio, ingenio, make me happy. Nou, dan doe je gekopte grote wisseltruc. Ja, 1, 2. Nou. Tada! Wauw! Nou, hier wil je wel een hap uit nemen, toch? Ik wel. Zal ik daar dan maar een klein stukje uit gaan snijden? Ik denk van een heel groot stuk. Over een heel groot stuk, inderdaad. We wachten even op het oordeel. Ik wist wel dat hij lekker was. Het is die inderdaad. Beste ever. Als je van cheesecake houdt, Oreo houdt, is het een heel goed geslaagd experiment. Oh. En wat handig. Onwijs weinig afwas. Ja, je hebt gelijk. Alles in één pan. Superleuk dat je keek. Dit was hem weer. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. We zitten bijna op de 10.000 jongens. Come on, abonneer je. See you next time.